Van even de vraag. De vraag stellen. Even kijken. Zijn je gedachten nog teruggegaan de laatste tijd, de laatste paar jaar, naar travel spankers überhaupt? Nou, niet zo gek veel. Nee, het is lang geleden. En ik zit nu eigenlijk in een hele leuke band. Daar ben ik gewoon mee bezig. Ik kijk zelden terug. Dat doe je volgens mij niet veel. Nee. Dus ik vind het veel leuker om vooruit te kijken wat we gaan doen. En dit slaat echt ook heel erg aan. Het is niet zo'n hype meer als vroeger. Zeg maar. Dat was toen natuurlijk een beetje overdreven wat er toen gebeurde. Hoezo bedoel je? Met die Pulp Fiction film die uitkwam en dat wij echt vele duizenden cd's verkochten. Dat is nu heel anders. We spelen nu weer in kleine tenten of niemand kent ons. Langzaam groeit het en dat is een hele leuke periode. Herkenning, gebeurt dat wel? Ja, mensen die heel weinig hoor, maar er komen wel mensen naar me toe die ons vroeger gezien hebben. Een jongen laatst die zei van ik ben ontmaagd tijdens dat en dat nummer van jou zelfs. Zulke soort rare dingen krijg je te horen. En of er komen vaders met hun zoon. Of er komen zoontjes die hebben het van hun vader. Die kennen de treble spankers van hun vader. En die staan nu weer als pubers voor het podium, zeg maar. En wat ik neem aan dat er wel eens gevraagd wordt aan jou van goh, kun je niet eens dat nummer spelen? Nou, we hebben nog niet meegemaakt. Niet? Ja, nou, heel af en toe roepen ze een nummer van de treble spankers, ja. En dan zeg ik, nee, we moeten streng zijn. Maar ik vrees dat we er niet aan ontkomen en dat we dat wel één liedje moeten gaan doen. Als toegift hoor, of zoiets. Maar dat heb je nog niet gedaan? Nee, heb je nog niet gedaan. Maar wil je dat ook niet? Ik kan me voorstellen dat je zegt, nou, dat wil ik gewoon niet. We speelden laatst in Rochel en er waren een hoop treble spankers fans. En we waren al twee keer teruggekomen. Als toegift, zeg maar, hè. Toen bleven ze maar roepen om Red Hot Navigator. Ik dacht van ja, dit was wel het moment geweest om dat in te zetten. En gelukkig zette de DJ het op. Dus waren ze op die manier gerustgesteld. Okay. Maar wij hebben hem nooit ingestudeerd. Dus, Zou het kunnen, zeg maar, als je nu zelf iets inzet, of moet je er echt gewoon voor oefenen met de band? Of zijn jullie nu zo ingespeeld dat mensen ook wel een beetje... Nee. Ik zal zeggen, ik denk dat ik zelf ook de fout in zou gaan. Okay. En nog, ja, goed, de vraag die ik nog eventjes wil stellen, dat is de Phantom 4. Ja, een heel even uitleggen waar die naam vandaan komt. Mijn bijnaam was altijd Phantom Frank. Waarom? Ik zag er vroeger uit als een lijk, een wandelend lijk. Hoezo? Had je niet goed? Ja, ik woog ergens in de 50 kilo, denk ik. En ik speelde in een band, de String Phantoms. Waar onder andere ook Michael Crané nog wel in zong. Met de wereldberoemde Michael Crané. Ja. Met zijn engelenstem. Zijn hele mooie stem. Ja. En zodoende werd mijn bijnaam Phantom Frank. En die heb ik altijd gehouden. Waarom vond je hem? Nou, ik vond het destijds wel bij me passen. En toen gingen we dus deze nieuwe band beginnen. En ik dacht natuurlijk ook wel van, ja, ik moet misschien wel een beetje iets van vroeger. Dat is misschien wel makkelijk voor optredens en zo. Dus laat ik hem maar de Phantom Four noemen. Ik stelde dat voor. In het begin is het natuurlijk wel. Toch uiteindelijk iedereen overstag. En we hebben er wel baat bij.